Schitterend was dit. En ik moet ook nog even mijn excuses aan Sofie maken. Dat heeft alles te maken met het nieuwsbulletin van Jasper Stads van vanmorgen. Sofie, ja, jij zal wel trek hebben, denk ik zo. Ja, bijvoorbeeld in een mooie kerststoof. Of van die verse pasta. Of lekkere ovenfrietjes met mayo. Of zo'n lekkere wrap met van die nepkip erin waar je zo lekker in kan bijten. Of een tosti met curry. Of ketchup of mayo. Maakt me eigenlijk niet uit. Saus. Oh my god, saus. Heerlijk chocolademousse. Lasagne uit de oven. Ja, waar anders uit? Ja, waar anders ik ga uit? Nooit meer voicemail sturen in een groepsapp. Ja, deze spraakmemo stuurde ze gisteren in goed vertrouwen naar mij toen ik vroeg in welk eten ze het meeste zin had. En dat heb ik stiekem even naar Jasper gestuurd voor vanmorgen. Sofie wil niet meer met me praten, maar met jou des te meer bombardeer de glazen huis DJ's nog even met je berichtjes via de 3FM-app. Want ze zitten er nog maar heel even en vergeet ook niet te doneren via 3fm.nl/doneer. Snel terug naar Rob van de Radio in Amersfoort. 3FM, Serious Request. Update. Mart Meijer, dankjewel.